Wat een geluk. Wat een geluk dat ik gelukkig ben. Maar wat is dan het verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn? Voor mij is geluk hebben een realisatie dat ik mazzel heb. Dat ik me bedenk van, jeetje, hoe is het toch zo gekomen? Wat een geluk heb ik toch? En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je zegt, wat een geluk toch dat ik een partner heb die van mij houdt en ik van haar. Wat een geluk dat ik de hoofdprijs in de loterij heb gewonnen. Wat een geluk dat ik werk heb. Jeetje, een realisatie van het moment dat ik denk van, oh jeetje, wat een geluk zeg. En gelukkig zijn is voor mij iets anders. Gelukkig zijn zit meer in het woordje zijn. Dat is niet een momentum van realisatie, maar dat is een ervaring. Ik geloof ook dat gelukkig zijn los van omstandigheden kan zijn. Je kan diep verdrietig en tegelijkertijd gelukkig zijn. Je kan ontzettend rouwen om iemand die er niet meer is en tegelijkertijd wel een soort van basisgevoel hebben. Het leven is goed. Ik voel mezelf echt een bofkont, dat ik dus gelukkig ben. De realisatie van, ah ja, wat een geluk. Dat ik de vaardigheden heb ontwikkeld om in vele, en ik zeg lang niet alle, maar in vele omstandigheden dicht bij mijn geluk te blijven. Ook als ik weinig geld heb. Ook als een deel van mijn gezondheid me in de steek laat. En zit ik dan heel erg happy in mijn vel? Nee, het heeft niet met happy te maken. Het heeft niet met blij te maken. Het heeft met accepteren te maken. Het leven doorleven. Ondanks alles. Soms wordt het geluk ook wel erg met een roze bril gezien. En willen we allemaal heel erg graag gelukkig zijn. Maar voor mij heeft het heel erg veel te maken met voluit leven. Het hele leven omarmen. En als me dat lukt, met alle negatieve en mooie dingen, dan kan ik zeggen ik ben in balans. En voor mij is balans een ander woord voor geluk. Want als ik werkelijk in balans ben, dan voel ik dat alles op zijn plek zit. Dan zit mijn gedachten en mijn hart in hetzelfde ritme. Dan voel ik dat ik leef en dat het klopt en dat ik aan mijn bestemming kom. Dus de ene is een soort van bedachte realisatie van potverdorie, wat een geluk dat ik dat mag ervaren en daar word je blij van. Er zit heel veel dankbaarheid aan vast. En die andere is een houding, hoe je leeft. Een keuze, ook wel. Een keuze voor geluk. Of jij hier iets mee kan met deze gedachten die ik met jou deel. Maar ik deel ze van harte met je en dat doe ik elke week. Dus aanstaande donderdag weer een nieuwe video die ik heb gemaakt speciaal voor jou. En wil je die graag zien? Abonneer dan op dit YouTube kanaal en zien we elkaar volgende week. Superleuk als je er weer bij bent. Bye bye.